Deze studenten willen allemaal iets met kunst gaan doen, maar kunnen ze straks als kunstenaar van hun kunst leven? En hoe zit dat nou eigenlijk met beroemde kunstenaars? De bekende en de beroemde Vincent van Gogh. Nu echt wereldberoemd. Ja. Is dat altijd zo geweest? Nee. In zijn tijd verkocht hij echt niks. Niks werd gewaardeerd. Hij kwam natuurlijk met een redelijk nieuwe stijl. Ja, was dit echt anders? Nou, het ging toen heel erg om proberen het zo mooi mogelijk en zo plastisch mogelijk weer te geven. Dat het echt lijkt op hoe het er in het echt uitziet. Ja, en hier gaat het meer om een bepaalde impressie van de kunstenaar. Hij wil laten zien dus dat het een hele onzekere jongen is door die lijnen en het contrast. En ja, een beetje een gevoel meegeven of zo. Ja. Ja, het gaat meer eigenlijk om hoe de kunstenaar deze persoon ziet dan dat die er echt op het haartje na uitziet. Zou die toen geleefd kunnen hebben van zijn kunst? Weten jullie dat? Nee, ik weet toevallig dat hij toen financieel werd geholpen door zijn broer. Oké, zijn broer die lapte af en toe wat geld en daardoor kon hij zijn schilderij maken. Ja, om vervolgens redelijk arm dood te gaan en pas later beroemd te worden. Er zijn ook kunstenaars vet rijk geworden, hè, van hun werk. Dat klopt inderdaad. Zoals de kunstenaar van de schilderij wat hier achter ons nu hier hangt. Dat is de kunstenaar Hans Makkert. En een Oostenrijker. En dit schilderij Abundantia heeft hij in 1870 geschilderd. En waaraan kan ik hier zien dat hij hier heel veel geld mee heeft verdiend? Of hoe zit dat? Als je kijkt naar het onderwerp, je ziet dat het ze noemen dat een allegorie. Oftewel allemaal figuren die iets symbolisch uitbeelden. En in dit geval beelden ze symbolisch overvloed uit. Alles is heel rijk, heel vol en heel veel. Nou, dit is een onderwerp, zo'n symbolische voorstelling is een onderwerp waar mensen in zijn tijd helemaal voor vielen. Zij vonden dit helemaal te gek? Helemaal te gek. Dus dan zie je eraan dat hij echt heel populair was en dus veel betaalde opdrachten kreeg. En door dit soort werken is hij superrijk geworden? Ja, ook door dit soort werken inderdaad. Ja. Dit was echt naar de smaak van de mensen in die tijd die het geld hadden om hem te betalen voor zijn kunst. En dus hij speelde goed in op de smaak van degene die hem konden betalen. Kun jij straks van je kunst leven, denk je? Nou, dat is altijd moeilijk, maar dat zou ik graag willen, ja. Ik geloof er wel, daar ben ik heilig van overtuigd. Nou, hoezo? Ik heb dat vertrouwen wel in mezelf. Maar stel dat ik echt niks verdien met mijn kunstwerken, dan zou ik toch echt iets anders moeten gaan doen. Of erbij. Maar jij wil wel van je kunst kunnen leven? Ja, het liefst wel. Want dan doe ik iets wat ik echt leuk vind. En ik vind dat dat heel erg belangrijk is. Heb je nu al eens wat verkocht? Ja, al meerdere keren. Ik maak ook logo's voor bedrijven. En eigenlijk van alles. Gewoon alles wat ik leuk vind. De kunstenaars met wie jullie werken? Die nog leven, ja kunnen zeker. Kunnen die leven van hun kunst? In het begin vaak niet. En in Nederland hebben we gelukkig goede fondsen. Waardoor ze subsidies kunnen krijgen. Waardoor ze toch aan het werk kunnen. Maar in de loop der jaren, de meeste kunstenaars met wie wij zo'n 7, 8 jaar werken, die kunnen er wel van leven. Nou, je moet ons eigenlijk gewoon zien als een winkel. Een winkel met allerlei nevenactiviteiten. Dus we tonen het en we gaan naar beurzen en we mailen en we bellen en we geven etentjes. En we leggen de kunstwerken uit. We zorgen dat mensen die tentoonstellingen maken de werken zien. Dat de mensen die voor de krant schrijven de werken komen bekijken en er hopelijk over kunnen schrijven. Het is eigenlijk net een beetje als een manager van iemand. Sommige kunstenaars verdienen heel veel geld en worden vergeten na hun dood. Andere kunstenaars die verkopen tijdens hun leven niks en worden daarna alsnog wereldberoemd. Dus succes jongens. Dankjewel.